Ja, redelijk nieuw gebouw. Het is 8 jaar geleden weggezet. Dat is inderdaad redelijk nieuw. En al 8 jaar zitten ze hier eigenlijk al in de ellende. Want het luchtventilatiesysteem, dat werkt maar niet. En iedereen die wijst elkaar. Gemeente die wijst naar de woningbouw. De woningbouw wijst naar de mensen die het weggezet hebben. En zo komt er maar geen oplossing. Nou, vanavond is daar dus wel een gemeenteraadsvergadering. Daar wordt er gestemd. Komt daar €150.000 bij, hè, om dat luchtventilatiesysteem te maken. Daar wordt vanavond over gestemd. Het is een hele belangrijke dag voor deze basisschool. Want ja, ze zitten al 8 jaar in die ellende. Ik neem je eventjes mee. Ja, de dag begint natuurlijk net. Dus een hoop kinderen hier in de school. Maar binnen wacht juf Wendy op ons. Die kan er alles over vertellen. Die maakt dit al 8 jaar mee. Juf Wendy, goedemorgen. Ik vertelde net al, 8 jaar zitten jullie een beetje in de ellende. Ja. Waar hebben jullie nou precies last van? Het grootste probleem is de temperatuurbeheersing hier bij ons op school. Op sommige dagen is het echt ontzettend warm en komen de kinderen in t-shirtjes. En op koude dagen kan het hier ook echt koud zijn. Dus ja, we zijn afhankelijk van het weer hoe wij ons op school moeten kleden. Ja, hoe uit is dat? U zegt inderdaad van het is heel erg warm, maar er zijn nog meer problemen, denk ik, hè? Ja, dat klopt. We merken bij ons op school dat er best wel klachten komen van kinderen over bijvoorbeeld hoofdpijn en ja, ook wel duizeligheid en eczeem en dat soort dingen. Ja, problemen. En ja, je wil daar als school graag iets aan doen. Dus vandaar dat wij vandaag een ludieke dag hebben en proberen om het zo in de media onder de aandacht te brengen. Ja, je wilt er iets aan doen als school, maar je doet er al 8 jaar iets als school aan natuurlijk. Ja, we hebben echt het gevoel dat we een beetje van een kastje naar de muur gestuurd worden. Al 8 jaar zijn we met onze MR samen bezig om het hier voor elkaar te krijgen. En er worden telkens hier en daar wat pleisters op de wonden geplakt. Maar ja, echt tot een concrete oplossing zijn we nog niet gekomen. Nee. En het gaat toch om de gezondheid van kinderen, zou je zeggen. Ja, je zou denken van dat er uiteindelijk eens flink ingegrepen zou gaan worden. Maar op dat moment wachten we nog. Ja. En nou heb ik begrepen, het is vooral deze linkervleugel. Ja. Hè? Ja. Kun je ons even meenemen? Ja. Kom mee naar groep 3. Groep 3 is dit. Juf Amy en juf Jolanda staat er hier op de deuren. Goedemorgen, jongens. Hallo. Hallo allemaal, zeg ik dan. Dit zijn een van de warmste lokalen. Kom even dicht bij mij staan. En deze klas die ligt aan de westzijde van de school. Dus dat betekent dat we te maken hebben met de zon die erop staat. En 's morgens vroeg zal de zon dan aan de zijkant van het gebouw erop komen te staan. En langzaam maar zeker draait hij gedurende de dag mee over het gebouw. Dus dat betekent dat deze kant van de school behoorlijk opgewarmd gaat worden. En we hebben daar wel oplossingen voor. We hebben een raam wat we open kunnen doen. Maar ja, als de zon erop staat, dan komt warme lucht naar binnen. En de afzuiging die we hebben, ja, die werkt niet afdoende om de hele dag een frisse lucht hier binnen te halen. Want hoeveel graden wordt het hier dan op zo'n dag? Het zou weer in lente al boven de 30 graden kunnen worden. Ja. En ik zie ook helemaal geen tekeningen op de ramen. Is dat ook om vanwege die droogte? Ja, we hebben te maken met droogte. Dus op het moment dat wij iets met plakband aan de muren hangen, dan komt het er gelijk weer vanaf. Dus wij werken echt met een prikbord en dergelijke. Leraren kunnen bijvoorbeeld ook moeilijke lenzen inhouden. Die dragen dan een bril. Want gedurende de dag merk je dat je ogen roder worden. En dat je dus geen lenzen meer op je ogen kunt velen. Ja. Nou, je hoort het Maarten. Er moet hier iets gebeuren. Vanavond wordt daar dus over gestemd. Volgend uur ben ik hier ook nog steeds. Ga ik even kijken, want de kinderen die gaan allerlei dingen maken. Die gaan vanavond ook naar de gemeenteraadsvergadering. En dan mag ik een kijkje nemen in de klaslokalen. Tja, heel vervelend allemaal als je het zo hoort. Hannelore Struis in het kleine Hoge Zwaluwe bij basisschool De Schittering.